Van Henry kreeg ik een mailtje binnen die me vroeg hoe je het filter Render Zonlicht precies op de plaats kunt krijgen waar je het graag wil hebben. Hij gebruikt het met enige regelmaat en steeds moet je er 4-5 keer op aanleggen eer die zon op de juiste plaats staat. Ik zal je laten zien wat ik bedoel wanneer ik hier ga naar filter. Kies daarna voor rendering en daarna voor zon. Dan kan ik in het venstertje aangekomen de zon zetten, of verschuiven laat ik maar zeggen, met het, door in het kruisje te slepen wat ik daar zie. En wanneer ik dan op oké klik, dan zie je dat ook in dit geval die zon niet op de juiste plaats terecht is gekomen. Hij staat ergens in het hout, terwijl ik hem op de kruising zou willen hebben, hier in die raam. Ctrl of Command Z. Laten we eens kijken hoe we dat filter op de juiste plaats kunnen krijgen. We beginnen dan in het venster Info. We klikken hier op het zwarte driehoekje en kiezen dan voor deelvensteropties. Bij muiscoördinaten veranderen we centimeter in pixels. En klikken dan op OK. Ik kan nu met mijn cursor ergens in beeld gaan staan, daar waar ik het zonnetje wil laten komen. Laat ik zeggen dat dat hier is. En in het venster info zie je dan de x en de y-as. En x staat nu op 2782. Ik schrijf dat even op. En y staat op 1732. Nou, met die wetenschap ga ik weer naar filter. Rendering. Zon. Ga in het voorvertoningsvak staan, druk op de Alt-toets en ik klik een keer. En ik kan nu precies instellen waar die zon terecht moet komen. 2782 dus. En 1732 bij de I. 1732. En ik druk op de OK-toets. Wanneer ik nu op OK klik, zie je het zonnetje precies in de kruising terechtkomen, daar waar ik hem graag zou willen hebben. Wanneer je ermee klaar bent, vergeet dan niet even om in het venster Info alles terug te zetten bij deelvensteropties naar centimeters. Anders blijft dat ook in de meetlat boven terugkomen.